maar in de auto gaan zitten vanwege de kou? Ja, zeker weten. Sinds gisteren al was haast te koud. Dan maar de autokachel op vol. Ja, je moet inventief zijn als je het thuis niet warm kan krijgen. Een van de 1300 Edese huishoudens die getroffen zijn, is de familie van Hasselaar. In hun huis daalde de temperatuur naar 11,5 graad. Voor de kerstverse vader Dave van de 3 weken oude baby Tess was het afzien. En vooral met die koude nachten van de afgelopen nacht is het toch wel, word je toch wel angstig. Vaak temperaturen, om toch te kijken of dat haar temperatuur niet omlaag gaat. Dat is de grootste zorg. Volgens warmtebedrijf Ede ontstonden de problemen gisteravond door een technisch defect, waardoor er te weinig water in de stadsverwarmingsbuizen kwam. Er zijn nu een aantal vrachtauto's die vullen op Kernhem in dit geval water bij. Zodra dat volledig gevuld is, dan leveren we gelijk weer warmte. We zijn helaas gesloten. Maar voordat iedereen het echt weer warm had, dat duurde wel even. Ook zwembad De Peppel moest vandaag zijn deuren sluiten. De zwembaden worden verwarmd door de stadsverwarming. 1200 bezoekers, veelal kinderen met vakantie, moesten worden teleurgesteld. Je moet 2 pakken, Pino. Ja, kloten. Enorm balen. Het is echt tranentrekkend om te zien hoe je mensen naar huis moet sturen. Kinderen die huilend weer terug de auto ingaan. Dat is heel, heel erg vervelend. Op de stadsverwarming zijn 8000 huishoudens aangesloten. De stadsverwarming in Ede is een echt prestigeproject. De gemeente wil graag dat het aantal aansluitingen groeit. We zijn erg afhankelijk van de stadswarmte van Ede. En als die uitvalt, wat regelmatig gebeurt, dan zitten we in de kou. Voor mij mag er gewoon een cv-ketel opgehangen worden.